Hallo iedereen en welkom bij deze player review en niet zomaar een review. We gaan namelijk de player review doen van Cristiano Ronaldo, the man himself. Waarschijnlijk de beste speler op FIFA op Informs Nadan. En ik mocht hem lenen van een vriend van mij, een andere YouTuber, MCL Movies. Zijn links zal in de beschrijving staan. Hij doet heel vaak pack openings aan andere soort video's. Hij gaat ook een review doen van een andere soort Ronaldo. Dus als je zijn kanaal wilt checken, dan vergeet zeker niet op de link in de beschrijving te klikken. Dan gaan we nu over naar de review over Ronaldo. En man, wat kan ik veel over deze man zeggen. In het begin vond ik hem heel erg tegenvallen, want ik gebruikte hem eerst maar op spits. Daarna ben ik hem gaan spelen op linksvoor en mijn god, wat is dat een verschil. Speel Ronaldo alsjeblieft op linksvoor, gewoon de positie waar hij op gezet is op FIFA. En daarom speelt hij zoveel fijner, omdat hij goed kan koppen. Omdat hij goed kan koppen en hij is een linksvoor, is het gewoon een ideale combinatie en kan hij hem gewoon voorgeven als je een goede spits hebt. Zoals bijvoorbeeld een spits zoals Mandzukic of je maakt met een hybrid bijvoorbeeld een goede kopper. Dan zit je eigenlijk al gebakken. Hij geeft hem gewoon voor of hij schiet hem zelf. Want zijn pace, het is zo verschrikkelijk goed. Kijk maar hier gewoon hoe snel hij is en hij danst gewoon voorbij de verdedigers. Zijn dribbeling is niet mis. Hij maakt skillen eigenlijk gewoon leuk. Ik skill eigenlijk bijna nooit, maar als je Ronaldo hebt, dan kan je eigenlijk gewoon niks anders doen dan skillen. En ik ook eventjes deze longshot, ja. Zijn schot, ik kan het niet genoeg benadrukken hoe goed zijn schot is. Dit is van 90 op zijn kaartje en dat laat hij toch echt wel zien, want bijna ieder schot van hem ging erin. Finesse shot, driven shot, het maakt eigenlijk niet uit, het ging er altijd zo in. En met dat dansen wordt het gewoon echt leuk met hem te spelen. Ik moest me echt inhouden om niet te veel met hem te gaan tryharden. Want ik paste mij continu naar hem, omdat ik gewoon wilde zien hoe hij mij continu bleef verbazen. Want hij gewoon keer op keer, hij doet weer iets nieuws, waardoor het gewoon helemaal fantastisch is. En hij maakt FIFA gewoon leuk in één world, hij maakt FIFA gewoon weer helemaal leuk. Hij gewoon... Als je met hem speelt, je zult het waarschijnlijk zelf zien. Als je hem kan betalen, dan raad ik het zeker aan hem gewoon een keer te proberen. En dan zal je zien wat ik bedoel met hoe goed hij is. Want het enige wat ik eigenlijk deed met hem was de scoop op. En dan deed ik bijvoorbeeld weer een rainbow of zo. En hij is ook echt gewoon een magneet voor supergoals. Ik heb zoveel supergoals gescoord. Echt heel veel longshots, et cetera. En ik zal hem morgen nog wel een paar, individuele clips laten zien die ik heb gescoord tegen Michel. Ook van degene die dus Ronaldo mij had geleend. Ik had nog een paar potjes tegen hem gespeeld en ik heb nog een paar super vette goals met hem gescoord. Maar nogmaals, Ronaldo heeft zijn 10 wedstrijden 18 goals voor mij gescoord. In de tussentijd heeft hij wel wat meer ingelegd. Want ik heb natuurlijk maar 10 wedstrijden opgenomen. Dit is de gameplay van 10 wedstrijden. Ook moet ik zeggen, nu zien we hier dat vrije trap met hem ook goed te scoren zijn. Want vorig jaar vond ik ze een beetje tegenvallen van Ronaldo, maar nu heeft hij van 82 accuracy. Zij kan ze gewoon heel redelijk goed inschieten. Je kan ook gewoon een knuckleball met hem doen. Want een knuckleball free kick is ook altijd heel leuk om gewoon een keer te doen. En met Ronaldo is het gewoon super goed. Ik heb eigenlijk maar één negatief ding over Ronaldo te zeggen. En dat is zijn prijs. Want natuurlijk, hij is de beste speler in FIFA. Dus hij is ook heel erg duur. Want ik heb zelf een beetje gekeken. Hij is meer dan 1 miljoen. Dus bijna niemand kan hem eigenlijk betalen. Maar als je hem kan betalen, bijvoorbeeld je hebt geluk altijd een pakje. Dan raad ik zeker aan om of Ronaldo of Zlatan Ibrahimovic te kopen. Want deze gasten zijn simpelweg de twee beste spelers in FIFA. En bijna geen één speler is zijn prijs waard. Maar ik kan je garanderen dat Ronaldo en Zlatan dat wel zijn. Ik zal daar aan het einde nog eventjes alles gewoon op een rijtje zetten van alle goede dingen die ik aan hem vond. Maar dit is mijn eerste player review, dus ik hoop dat je hem leuk vond. Vergeet natuurlijk niet de video te liken als je hem leuk vond. En laat me ook weten als je meer player reviews van mij wil zien. Dan zal ik dat ook meer in de toekomst gaan doen met wat meer clips, et cetera. Nu heb ik ongeveer 16 clips en de video is 4 minuten. Dus als je misschien wat langere reviews wil zien, dan moet je dat ook in de reacties achterlaten. En dan ben ik heel benieuwd naar wat jullie allemaal later willen zien. Maar ja, hier zie je dus nog gewoon een paar clips van Ronaldo. Want ik heb eigenlijk in bijna iedere omstandigheid met hem gespeeld. In de sneeuw, ik heb in de regen met hem gespeeld. Ik heb hem op spits gespeeld, op linksvoor, gewoon met normaal weer. Ik heb eigenlijk in iedere omstandigheid geprobeerd. Dus ik kon eigenlijk van bijna iedere situatie wel zeggen hoe hij speelt. En hij is gewoon fantastisch in ieder. Al moet ik wel zeggen dat als je in de sneeuw speelt, hij geeft hem een lange bal, dan kan hij wel, ook al is hij heel snel, kan hij af en toe niet bij de bal. Maar ja, dat is eigenlijk zo'n klein minuscule puntje dat ik niet eens kan noteren bij de negatieve dingen. Dus hij heeft om alles op een rijtje te zetten. Hij heeft machtige pace, goede kracht, een briljant schot. Kan ook verschrikkelijk goed koppen. Vrije trappen, check. Je kan ze gewoon met hem scoren. Skillen is zo makkelijk en het is gewoon leuk om met hem te skillen. Zijn dribbeling is ook niet niks. Hij heeft een goede weak foot. Ik heb het voor elkaar gekregen om een paar schoten met zijn weak foot erin te schieten. Ja, het is Ronaldo, dus dat is eigenlijk een pluspunt in zichzelf. En het enige minpuntje is zijn prijs is nogal hoog, maar dat is te verwachten. Over het algemeen een 9,5 uit 10. Natuurlijk omdat hij heel erg duur is, maar voor de rest is de beste speler die ik ooit heb gebruikt in FIFA. Dus als je deze video leuk vond, vergeet natuurlijk niet de video te liken, abonneer als je geabonneerd bent. En dan weet je meteen dat ik een nieuwe video heb geüpload. Ik heb ook altijd op de social media, de links in de beschrijving staan. En tot de volgende keer, en zoals ze Brabant zeggen, houdoe.